stripvrienden, het is weer tijd voor strips. En in dit vlog heb ik voor jullie de nieuwe avonturen van Snoesje. Jawel, een reboot. En ik zou bijna zeggen alweer, want ik heb al meerdere reboots besproken. Wat dacht jij even van de nieuwe avonturen van Bob Morane? De nieuwe avonturen van Rick Ringers en de nieuwe avonturen van Clifton. En daar doen we nu dus bij de nieuwe avonturen van Snoesje. Even, deze zijn beide oorspronkelijk van de hand van Raymond Machereau. Het eerste wat mij opviel toen ik het album zag, was dat hij er zeker heel mooi uitziet. Binnenin ziet hij er heel erg mooi uit. Ik vond hem alleen wel heel erg dun. En dat klopt ook, want het is maar 32 pagina's, oké? De prijs is ook aangepast erop. Hij is 5 euro in de winkel. Voor dat geld hoef je hem ook niet te laten liggen. Maar goed, het gaat natuurlijk even om het verhaal. Even kort de geschiedenis van Snoesje. Want Snoesje is bedacht door Raymond Machereau. En van 1965 tot 1990, toen ging hij met pensioen, maakte hij de albums van Snoesje. Toen hij stopte, heeft het een hele tijd stilgelegen. Tot ergens in 2006, toen wilde een tekenaar, André Tijmans, die wilde graag nieuwe avonturen van Snoesje gaan maken. Nou, hij heeft dat met goedkeuring en zelfs ook een beetje met steun van Raymond Machereau mogen doen. Raymond Machereau zelf is in 2008 helaas overleden. Het laatste album wat deze André Tijmans maakte in 2009, dat deed hij op scenario van François Cortegiani. Nou, en die Cortegiani is nu ook de scenarist van deze reboot. Want ze wilden toch weer opnieuw gaan kijken of er nog interesse was voor Snoesje, denk ik eventjes. Want ja, het is toch een ontzettend leuke strip geweest altijd. Dus vandaar dat ze deze strip eigenlijk een derde leven wilden geven. En het tekenwerk van deze... Hij weet absoluut de hele sfeer van Machereau heel goed te benaderen. Ook de figuren. Hij zal er ongetwijfeld flink op geoefend hebben. Want hij heeft ze goed in de vingers zitten. En je ziet natuurlijk heel veel van de bekende figuren weer terugkomen. Natuurlijk Snoesje, maar ook Taboem, haar verloofde. Vloezemaker, Brigadier Verboten. En daarnaast ook nog wel weer allerlei nieuwe figuren. In dit album gaat het even over Taboem. Die krijgt een affiche, een poster in zijn gezicht geblazen per toeval. Die kijkt ernaar en die is meteen helemaal in de ban. Net alsof die betoverd is. En Snoesje weet eigenlijk niet goed wat ze moet doen. Maar net op dat moment duikt er een wonderlijk figuur op. Een muis met een kat. En dat is natuurlijk al een beetje bijzonder. Maar deze muis die stelt zichzelf voor als de magier Typhus. En hij is een exorcist en hij is op zoek naar een heks, Melanie Distel, en hij zegt, zij is verantwoordelijk voor de situatie van Taboem. En hij wil Snoesje helpen om hem weer te bevrijden van die ban waarin hij zit. Maar goed, uiteindelijk blijkt hij toch niet zoveel interesse voor deze Taboem te hebben, als meer heel veel interesse voor Snoesje. Maar goed, uiteindelijk gaan ze toch op zoek naar deze heks. Als ik even een klassieker erbij pak, dan denk ik van, nou ja, goed, hè, ik heb ze even naast elkaar gelegd. Dan denk ik van, nou, Netsch heeft echt goed gekeken naar de tekeningen van Machereau en weet dat heel goed te benaderen. Toch is er wel één ding waarvan ik zeg van, dat stoort mij echt door het hele album heen. Even een voorbeeld. Even de muts van, of de hoed eigenlijk, van Snoesje. Dat ziet er hier meer uit als een helm. En als je ze dan even naast elkaar legt, even de klassieke Machereau en hoe Netsch het tekent, dan heb ik zoiets van, ja, dat vind ik gewoon niet mooi. En dat vind ik wel jammer, want het is maar een heel klein detail, maar het heeft wel te maken met hoe de hoofdpersoon eruit ziet. Vandaar dat ik dat toch wel belangrijk vind. En er was nog één dingetje wat mij opviel in het boek. En daarmee geef ik wel even een spoiler, maar ik zie dit toch wel als een hele lieve strip. Oké. Ze hebben vaak wel ruzie met bijvoorbeeld ratten of met andere dieren. En er zitten wel een soort oorlogssituaties in, maar het blijft allemaal wel redelijk oké. Maar er zat één stukje in dat die tyfus, die wil de keel van die heks doorsnijden en haar bloed drinken. En toen had ik toch wel zoiets van, dat voor een kinderstrip, dan heb ik zoiets van, ja, ik weet niet hoor. Dat goed, dat hoeft voor mij niet. Dat vind ik een beetje te ver gaan, maar al met al, ja, was het wel een heel leuk verhaal. En met name even van, hoe zit dat nou met die tyfus? Is dat nou iemand die echt oprecht wil helpen? Of heeft hij andere plannen? En hoe zit het nou met die heks? Is die echt zo gemeen? Of ja, valt dat wel mee? Nou goed, dat mag je zelf allemaal gaan ontdekken. Er is al een tweede album aangekondigd. En als ik even wat beter kijk naar dit plaatje, dan heb ik het idee dat de hoed er weer als een hoed uitziet. Dus misschien zijn er meer mensen die het gezien hebben en hebben ze dat uiteindelijk gecorrigeerd in het volgende verhaal. Ik hoop ook zeker dat het volgende verhaal wat langer zal zijn. Gewoon weer 48 pagina's.
zoals alle strips. Maar dat zal ook afhangen van het succes van deze. Nou, laat je door die twee kleinigheden die ik genoemd heb niet tegenhouden. Ga hem lekker lezen als jij Snoesje leuk vindt. En laat in de comments weten wat jij ervan vindt. Nou ja, goed, ik zou zeggen, veel leesplezier. Bedankt voor het kijken. En vergeet niet, ook donderdag is er weer een nieuwe vlog over een heel ander soort strip. Dus tot dan!